Zo, goedenavond, beste volgers van de Bijenbrouwerij. Nu, het is winter, of de winter is toch in aantocht. Je voelt het aan de temperaturen en je hoort het ook hier in de bijenhal. We hebben helemaal geen gezoem meer. Nee, al onze bijen zijn in winterrust. Ze hangen in een tros rond de koningin. En dan kun je denken, als imker, is dit the time of your life? Maar nee hoor, nee. Heel eerlijk, the time of my life is wanneer de bijtjes wel zoomen, wanneer je wel ermee aan de slag kan. Maar nu laten we ze rusten. Maar wat kunnen we dan wel doen? Wel, ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wassmelter te maken. En natuurlijk, dankjewel aan de vereniging De Kustbie, want die mag ik ook gebruiken van de vereniging. Maar toch liever eentje van mezelf in elkaar botsen. En ik zou zeggen, ik heb al foto's gemaakt hoe het geëvolueerd is en nu ben ik volop de was aan het smelten. Wat doe ik dan met die was? Heel simpel, in het voorjaar maak ik waswafels en geef ik de bijen een goede start ermee. Ik laat jullie heel snel even zien wat ik precies allemaal heb in elkaar gemaakt. Voilà, zo kort en krachtig. Je hebt gezien, met een betonbliksplaat en een behangafstommer maken we een wasmelter. En heel de winter kunnen we gewoon verder en verder doen. En weet je wat we ook nog kunnen doen? Bier brouwen natuurlijk. De base is klaar, dus ik zou zeggen, bestel hem maar.